Hoi. We hebben boodschappen gedaan bij Lidl. Nou, we hebben lekker lopend boodschappen gedaan. Hier is het karretje met de krat en de tas. En nu gaan we naar huis wandelen. En als we thuis zijn, dat zal ik laten zien wat we allemaal hebben gekocht voor de aankomende week. Allemaal lekkere nieuwe dingen. Ja, dus blijf even kijken. Want we zijn zo thuis en dan laat ik alles zien. We zijn thuis aangekomen en hier zijn dus de boodschappen die we hebben gedaan. Het zit in één tas en in één krat. Dat zijn dus weer de weekboodschappen voor aankomende week. Aan het eind van deze video zal ik jullie weer het weekmenu laten zien. En als jullie vragen hebben over de prijs van een product, laat het dan achter in de reacties. Dan zal ik daarop reageren. We beginnen met deze tas. En daaruit haal ik als eerste een conditioner. En daarbij heb ik ook een bijpassende shampoo. Dan heb ik wat lekkere en vooral ook leuke koekjes meegenomen. Lekker voor ze overdag bij de thee of zo. Er zitten 6 zakjes in. En dit zijn koekjes in de vorm van boerderijdingetjes, zoals je ziet. En er zit chocola en een soort van nieuwe koekjes. Biscuits met een laagje melkchocolade. Nou, dat leek me wel een keertje leuk. Dan hebben we buckles. Kaboutermutsen noem ik dat ook wel. Die zijn nieuw bij Lidl. Dus dat is leuk dat ze deze nou ook hebben. Wat zeggen jullie hier eigenlijk tegen? Ik zeg dus kaboutermutsen tegen. Ja, het zijn eigenlijk bugles. Maar iedereen heeft zo zijn eigen namen ervoor. Bacon flavor snacks. Dat zijn ook chippies. Met bacon smaak. En nibbit. En dan heb ik hier nog 2 keer salami. Een pakje thee. Die zijn veranderd. Die is een wat grotere verpakking geworden. Er zitten er nu 5 zakjes meer in dan in de vorige verpakking. En het is 6 cent duurder geworden. Dan heb ik mozzarella. En tenslotte in deze tas zitten tomaten. Nou, dan is de tas leeg en dan gaan we verder met de krat. Hier heb ik diepvriesgroenten, broccoli en bloemkool. En het volgende wat ik uit de krat haal zijn kipburgers. We hebben ook ijs meegenomen. Aardbeiensmaak is dit. Dan nog wat lekkere koekjes. Aardbeiencakejes. En melkbiscuits met 2 van die leuke kleurtjes erop. Aardbeiensmaak is dit. En reuze mergpijpen. Zo hebben we dus een beetje keuze zo door de week. Dat is hartstikke leuk. Dan kun je een beetje afwisselen. En dan kun je kijken waar je op dat moment er zin in hebt. Een bakje met champignons. Roomkaas met knoflook en fijne kruiden. Die had ik ook nodig voor een nieuw recept. Die ik dus straks in de weekmenu ga delen. Het recept niet, alleen dan laat ik dus weten wat we gaan eten. Satésaus, kant en klaar, dus dat was gemakkelijk. Ik weet niet of ik zo door de week nog tijd zal hebben om kookvideo's te maken. Maar ik doe mijn best om dat dan in het weekend te plannen. Nou, hier heb ik nog boter. Dus kook- en bakvideo's die ik doe.
Dat doe ik dan in het weekend en anders een keer wat later op de avond. Dus dat is ook prima. Maar daar vind ik wel een manier voor. Kaasschnitzels. We hadden al door kaasschelpen en we dachten we doen eens wat nieuws. En nou hebben we kaasschnitzels. Ook vegetarisch. En hier nog kipdijfilet. Dan hebben we wat afbakbroodjes. Zo hebben we deze croissantjes. Dat doen we eigenlijk altijd voor het weekend. Dat is gezellig, zo in de ochtend of tussen de middag. Kampioentjes. En nog een keer croissantjes. Dan heb ik hier een blik met kippensoep. Twee pakken met kaas. Dan een pakje rijstwafels. Een komkommer zit hierin. Twee pakjes paracetamol. En tenslotte een fles met witte wijn. Nou, dit waren de boodschappen. Als je wilt weten wat we aankomende week gaan eten, wat er op het weekmenu staat, blijf dan eventjes kijken, want het weekmenu ga ik nu delen. Bedankt voor het kijken alvast en tot de volgende keer. Doei!